In deze film ga ik aan de slag met het filter marionet verdraaien. En met het filter marionet verdraaien zijn we in staat om bijvoorbeeld bij deze foto de ledematen wat aan te passen. En om dat te doen ga ik eerst deze persoon vrijstaand maken van de foto. Dat doe ik gewoon heel eenvoudig via een selectietool en dan onderwerp selecteren. En ik dupliceer deze persoon naar een nieuwe laag met de sneltoets Ctrl J. Vervolgens moet ik zorgen dat hij op de achtergrond eruit is. En dat doe ik heel eenvoudig door gewoon een selectie te maken van mijn onderwerp. Door op het afbeeldingje van de laag te klikken. En ik breid de selectie via bewerken en vergroten uit. Met zeg maar 60 pixels. En vervolgens ga ik deze persoon opvullen met Shift F5 en ik kies voor inhoud behouden. Een Photoshop gaat gewoon kijken naar de omliggende pixels en vult dat uh, nou, vrij netjes in. Ik geef de selectie op met ctrl D en je ziet ik heb gewoon een schone achtergrond en daarboven dus de laag met mijn losse persoon. Uiteraard zet ik dit om naar een slim object. Ik klik met rechts op de laag en ik kies voor omzetten in slim object. En nu ga ik aan de slag met het filter Marionet verdraaien. Dat vind je hierboven bij bewerken. En dan heb je het daar staan. En als je daarop klikt, dan zie je dat er het een en het ander gebeurt. Er komen allemaal, ja, er komt een soort patroon over je foto heen. En dit is dus ook de reden waarom je je persoon los moet maken van de achtergrond. Want anders pakt hij de hele foto. En wat kun je dan in dit geval doen? Je kunt in dit geval met de cursor wat punten uitzetten. En je kiest voor punten die zeg maar roteren, gewrichten in het lichaam. Dus ik pak bijvoorbeeld het enkelgewricht. Ik selecteer het kniegewricht. En ik pak de heup. En ik heb dan drie punten staan. En aan de hand van deze drie punten kun je dus dingen gaan verschuiven. Dus als ik nou boven de voet ga staan, dan verandert mijn cursor. En als ik dan klik, kan ik hem gewoon naar beneden slepen. En hij zal keurig roteren over de knie. En je kunt hem ook uittrekken, langer maken of korter maken natuurlijk. En je ziet dat de rest van mijn poppetje ook een beetje meebeweegt. Nou, zo kun je natuurlijk heel veel punten uit gaan zetten. Ik maak dit even ongedaan. Laat ik bijvoorbeeld eens verschillende punten uitzetten. Ik pak al zijn gewrichten. En ik pak ook twee punten in uh, de torso. Uh, dat houdt hem wat stabieler, zeg maar. Ik heb nu verschillende punten uitgezet en ik kan nu dus gewoon dingen gaan verplaatsen. Photoshop is aardig in staat om de pixels opnieuw goed uit te rekenen aan de hand van dit. Dus de kwaliteit is op zich vrij aardig. Natuurlijk heeft het zijn grenzen. Je kunt niet zeggen van nou, hij heeft nu de armen uit elkaar. Weet je wat? Ik knutsel het zo goed dat hij de armen over elkaar heeft, dan ga je echt naar een totaal andere foto. Maar je zou dit bijvoorbeeld kunnen gebruiken als je een foto hebt van een model met een bepaalde pose en je denkt van ja, dat handje dat zit eigenlijk net niet lekker. Dat wil ik net een klein beetje anders hebben. En je zou van een andere foto dan een andere arm kunnen selecteren en die erop plakken. Maar dit gaat toch wat makkelijker, sneller. En ja, het is eigenlijk ook gewoon kwalitatief best goed. Je hebt bovenin verschillende opties. En laat ik eerst even kijken naar de opties van mijn raster die erover liggen. Je hebt een bepaalde dichtheid op het raster. Nu staat die op normaal. En je zou die ook kunnen zetten op minder punten. Dan krijg je gewoon minder controlepunten ertussen. Maar je kunt ook zeggen: meer punten. En hoe meer punten je hebt, hoe fijner het natuurlijk gaat. Echter, met meer punten wordt het ook belangrijk dat je een goede rekenkracht in je computer hebt zitten. Want Photoshop zal gewoon zwaarder belast worden. Ik hou het in dit geval even op: gewoon normaal. Want dat is vaak voldoende. Dan heb je daarnaast: heb je uitbreiden staan. En dat is eigenlijk een beetje het formaat van je raster. Je kunt het uitbreiden, kun je gewoon helemaal naar boven zetten. En het is een beetje moeilijk te zien. Maar je ziet hier dat er bijvoorbeeld een raster buiten de foto komt. En je kunt het ook gewoon kleiner zetten, zelfs negatief. En je ziet dat er dan ook gewoon gedeeltes van je model verdwijnen. Nou, ik hou het gewoon op 2 pixels. Dat is voldoende. En je hebt de optie om te zeggen van niet tonen. Dan zie je alleen de punten. En dat werkt op zich wel zo prettig, zou ik zeggen. Daarnaast heb je. Diepte staan en dat is van toepassing als dingen over elkaar heen gaan. Als ik bijvoorbeeld even overdrijf en ik trek zijn hand uit, dan zie je dat die hand dus gewoon ja voor het been komt. Maar als ik nou bijvoorbeeld zeg van ik heb dit punt geselecteerd, daar zit een klein puntje in, ik kan hier zeggen van leg dat punt naar achteren en dan verdwijnt die hand achter het been of weer naar voren, dan komt die ervoor. En je ziet ook gewoon wat dat uitbreiden van het puntnetwerk omheen doet. Mijn selectie is niet helemaal perfect. We zetten het gewoon op nul. Ik zet het even een beetje terug in de oorspronkelijke richting. En ik wil ook nog even de modus aanstippen. Nu staat hij in modus normaal. Als ik hem dan bijvoorbeeld uittrek, dan zie je dat de arm wel langer wordt. Ja, onnatuurlijk lang natuurlijk. Maar als je bijvoorbeeld de modus vervormen aanklikt en je gaat hem dan uittrekken, dan zie je dat de arm ook gewoon in zich heel dikker wordt als ik naar links ga. Of kleiner als ik naar rechts ga. En op die manier kun je natuurlijk ook gewoon iemand heel makkelijk verbouwen. En dat geldt ook voor deze. Als ik in dit geval naar rechts ga, dan wordt hij groter. En als ik naar links ga, dan wordt hij kleiner. En dat heeft te maken met gewoon het feit dat we rondom het centrum werken. Maar ik laat de vervorming gewoon op een normaal staan. Je hebt ook nog onbuigzaam. Dan valt die vervorming wel mee. 9 van de 10 keer is normaal hier gewoon ook de juiste methode. Dan heb je ook nog de optie voor roteren. Die staat nu op automatisch. Als ik dan bijvoorbeeld aan een punt trek, dan wordt in dit geval het onderarmje gebogen en blijft de hand ja, een beetje in dezelfde lengterichting staan. Zet je het roteren op vast, dan blijft de hand eigenlijk in positie staan. En krijg je dus gewoon een natuurlijker verloop. Ik voeg nog even een puntje toe. Je kunt punten ook groeperen. Als ik bijvoorbeeld zeg van nou, ik wil de hele arm hier rechts, wil ik gewoon in zijn geheel draaien. Als ik één puntje pak, dan draai ik alleen maar één arm. En pak ik het punt op de elleboog. Dan draai ik die elleboog. Maar ik wil ze allebei draaien. Nou, gaat heel eenvoudig. Je houdt de shift ingedrukt. En je kunt gewoon meerdere punten selecteren. En als je dan gaat slepen, dan zie je dat dat effect heeft op de hele arm. Je ziet ook dat gewoon het andere handje mee beweegt. En dat geeft best een grappig effect. Dan heb je nog een optie waarbij je het punt zou kunnen laten draaien. Als je bijvoorbeeld de knie selecteert en je houdt er Alt ingedrukt, dan krijg je er een rondje omheen. Als je nu bij een van de hoeken gaat staan, en je draait het rondje. Dan ga je eigenlijk een beetje het gewricht zelf draaien. Met alle gevolgen van dien. Dus het heeft dan ook effect op de andere punten, en op deze manier kun je dus eigenlijk gewoon je persoon in een totaal andere houding zetten. Je kunt er nog een puntje tussen maken voor als het been te gebogen raakt, zeg maar. Maar je kunt in ieder geval. Van alles verplaatsen. En daarmee naar een totaal andere persoon komen. Ben je uiteindelijk klaar? Druk hierboven gewoon op het vinkje. En je ziet dat je poppetje is veranderd. Nu had ik dit als een slim filter gedaan. Zet ik het slimme filter uit. Ga ik terug naar de oorspronkelijke positie. En zie je dus gewoon wat er veranderd is. En dubbelklik op marionet verdraaien. Om weer terug te gaan naar het filter met je controlepunten. En zo eenvoudig is het dus om kleine dingen te veranderen bij een model. Ik zou dit niet heel rigoureus doen, maar gewoon echt kleine dingetjes. Ik overdrijf natuurlijk gewoon in dit filmpje een klein beetje om te laten zien wat de mogelijkheden zijn. Maar voor kleine aanpassingen is dit op zich best wel fraai. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!